Dag dames en heren, dit is het TV West Nieuws met vandaag. HTM-medewerkers voeren morgen actie voor een betere cao. Tjeerd Spoor praat ons daarover bij. Tram- en buschauffeurs van de HTM laten morgen rond het middaguur een oorverdovend protest horen. Ze zijn het niet eens met het salarisaanbod van hun directie. Het bed, bad en broodakkoord voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Wat merken wij daarvan in onze regio? Lot van Bree. In Leiden lijken ze de opvang niet te willen sluiten en bij de opvang in Den Haag zien ze het akkoord als een politieke oplossing die niets met de werkelijkheid te maken heeft. En de megamoskee in Gouda, twee bemiddelaars deden onderzoek naar de mening van de buurt. Daniel van Dam, wat heeft dat opgeleverd? De onderzoekers merken dat er bij bewoners veel boosheid is over het optreden van de gemeente. Dat komt vooral door de slechte communicatie en omdat de bewoners nooit actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van de megamoskee. In het gebouw van de Haagse Hogeschool aan het Johanna Westerdijkplein in Den Haag heeft vanmiddag korte tijd brand gewoed. Het gebouw moest tijdelijk ontruimd worden. De brand ontstond in een keuken op de vijfde verdieping van het gebouw. Door de brand ging de sprinklerinstallatie in het pand af en kwam er water in te staan. De brandweer zette waterstofzuigers in om dat weg te krijgen. Het schoolplein stond al snel vol met studenten en leraren. U hoorde het net al van Tjeerd Spoor. Het personeel van de HTM gaat vrijdag actie voeren voor een betere cao. Na de politie gaat nu ook het HTM-personeel een lawaaiactie houden. Tram- en buschauffeurs zullen vanaf 11:54 zes minuten lang al klingelend en toeterend rondrijden. Of de directie van de HTM er wakker van ligt, is nog maar de vraag. Ik ben een tramliefhebber, dus dat tramgeluid kan mij niet vaak genoeg geluid worden. Ik heb ook op mijn ringtoon, dat zal ik je laten horen, ook het tramgeluid gezet. Maar het geluid dat de tram- en buschauffeurs morgen in de Haagse regio zullen laten horen, zal als het aan de vakbonden ligt een stuk minder aangenaam klinken. Ja, we praten verder over de lawaaiactie met verslaggever Tjeerd Spoor. Tjeerd, hoe heeft het zover kunnen komen? Ja, de bonden en de HTM-directie die praten al een tijdje met elkaar. En ze zijn elkaar nu genaderd om een verschil van 0,09%. HTM-directeur Jaap Bierman zegt dat hij ook verder aan alle eisen tegemoet is gekomen en dat hij een prima salarisaanbod heeft gedaan. Je moet niet actie gaan voeren om een verschil van 3 euro per maand, zegt hij. Maar volgens de bonden gaat het wel om meer dan dat. Bierman zegt dat hij genoeg water bij de wijn heeft gedaan en dat de bonden nu iets terug moeten doen. Zo gaat dat als serieuze onderhandelingspartner. Laten we nou niet elkaar de tent uitknokken voor zo'n klein verschil. Maar u zegt een klein verschil, 3 euro heeft u het over. Maar dan kun je ook zeggen, van waar heeft HTM het dan over als het maar om 3 euro gaat? Nou kijk, in een onderhandeling, ik weet niet hoe vaak je onderhandelt hebt, maar als je dus van 1,81 naar 2,3 opschuift van jouw kant en de ander is niet bereid om van 2,39 gemiddeld die 0,09 in te doen, ja, dan verlies je toch een beetje het respect van de onderhandelingstafel. De HTM is ook van mening dat klanttevredenheid van invloed moet zijn op de salarisverhogingen. Hoe zit dat? Ja, directeur Jaap Bierman wil een cultuurverandering bij zijn bedrijf. Volgens hem is iedereen op de vloer, van de trambestuurder tot aan de koffiejuffrouw, verantwoordelijk voor het product. Die moeten ervoor zorgen dat de reizigers zich tevreden voelen. In Rotterdam werkt dat al en daar krijgt het personeel dan ook meer salarisverhoging. En zo ziet Bierman de toekomst van de HTM ook voor zich. Wij zijn pas tevreden als onze reizigers tevreden zijn. Dat zijn ze nog niet altijd, dus we moeten heel hard werken met elkaar om dat te bereiken. Als dat lukt, wordt het openbaar vervoer ook populairder. Komen er meer mensen, krijg ik iets meer omzet, heb ik ook makkelijker wat uit te delen aan mijn collega's. Dat mechanisme is belangrijk. Dat was dus Jaap Bierman, directeur van de HTM. De trambestuurders die wij vandaag spraken, hadden nog niets van de bond gehoord over de lawaaiactie van morgen. Dus hoe luidruchtig het wordt, dat moeten we nog even afwachten. De twee vrouwen die namens het college in Gouda hebben gesproken met bewoners in de wijk Gouda-Noord over de nieuwe plannen voor de bouw van een kleinere moskee, presenteren vandaag hun rapport. Eerder dit jaar werden de plannen voor een grote moskee in Gouda afgeblazen na hevige protesten uit de wijk. Door het aanstellen van twee onafhankelijke procesbegeleiders wil de gemeente inventariseren of de komst van een kleinere moskee alsnog mogelijk is. Verslaggever Daniel van Dam heeft het rapport zojuist gelezen. Is er draagvlak in de wijk voor een kleinere moskee? Nee, de komst van een moskee kan op geen enkel draagvlak rekenen bij bewoners, signaleren de onderzoekers. Ze waren tegen de komst van de megamoskee. En ook de nieuwe moskee, die substantieel kleiner zou moeten worden, kan op geen enkel draagvlak rekenen.
De bewoners zitten gewoon niet te wachten op een moskee, signaleert onderzoeker Astrid Feiter. Er zijn mensen die ook gewoon echt bang zijn. Die zeggen van ja, dit soort mensen moeten wij hier niet. Want kijk maar naar het Midden-Oosten en naar moslimterreur. Dat willen we hier niet hebben. Mensen die bang zijn dat hun huizen hierdoor minder waard worden. Dat soort dingen. De onderzoekers zijn erg kritisch over het optreden van de gemeente Gouda. Wat heeft de gemeente verkeerd gedaan? De onderzoekers merken dat er bij bewoners veel boosheid is over het optreden van de gemeente. Dat komt vooral door de slechte communicatie en omdat de bewoners nooit actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van de megamoskee. Wat de bewoners extra boos maakt is dat er op de plek van de megamoskee aanvankelijk seniorenwoningen zouden worden gebouwd. Dat plan verdween in de prullenbak en daarvoor in de plaats kwam het plan van de megamoskee. Waarom waren mensen daar zo boos over? Nou, omdat ze het gevoel hadden dat ze, als ik het even in het Nederlands vertaal, een loer werd gedraaid. Dat ze zeiden van ja, kijk, daar hebben we helemaal geen inspraak op gehad. Ze voelden zich bedonderd door de gemeente? Ja, ze hadden het gevoel van dit is buiten onze om, is dit besloten. Waarom zijn we hier niet in gekend en waarom kunnen we hier niet in meedoen? Ja. Daniel, het rapport is nu klaar. Hoe groot is de kans dat de kleine moskee er daadwerkelijk ook komt? Ja, die kans die lijkt vrijwel verkeken. Met dit rapport in de hand moeten zowel de bewoners als het moskeebestuur om tafel en binnen 6 weken tot een compromis komen. Op 8 juli dan verloopt namelijk een optie die de gemeente heeft om het kazerneterrein te mogen ontwikkelen. Halen ze die deadline niet, dan gaat er een streep door het hele plan en dan verkoopt Defensie het terrein aan de hoogste bieder. In de gemeente Leiden lijken ze niet van plan om de opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers te sluiten. De stad zou zich daarmee niets aantrekken van het akkoord dat de regeringspartijen VVD en PvdA gisteren hebben gesloten. De partijen hebben afgesproken dat alleen Den Haag en 4 andere grote steden in Nederland nog opvang mogen bieden. Bed, bad en brood blijft dus bestaan voor illegalen, maar wel onder strikte voorwaarden. De opvang in de Haagse Zilverstraat moet als het aan de regeringspartijen PvdA en VVD ligt open blijven. Maar andere locaties in de buurt moeten dicht. In onze regio zijn 4 gemeenten aangewezen om noodopvang te bieden voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Den Haag, Leiden, Delft en Gouda. In Delft en Gouda zijn geen uitgeprocedeerde asielzoekers, dus daar is geen opvang. In Den Haag en Leiden wel. In het akkoord dat het kabinet heeft gesloten is bepaald dat Leiden dicht moet en Den Haag als 1 van de 6 Nederlandse gemeenten open blijft. De uitgeprocedeerde asielzoekers uit Leiden moeten dus naar Den Haag. Maar D66, de grootste partij in Leiden, wil niet dat de opvang dichtgaat. En de partij lijkt daarvoor steun te krijgen van de meerderheid van de gemeenteraad. De stad heeft de plicht om illegalen op te vangen, vindt de partij. D66 vindt het inhumaan dat aan een kwetsbare groep mensen een basisvoorziening, een eerste levensbehoefte wordt ontzegd. Daarnaast vinden we het ook onwenselijk dat mensen gedwongen worden om op straat te leven, ook vanuit het oogpunt van openbare orde. De gemeente Leiden heeft daarin ook een zorgplicht. D66 verwacht niet dat de uitgeprocedeerde asielzoekers naar Den Haag zullen afreizen voor opvang. En een korting op het integratiebudget, waar het kabinet mee dreigt als gemeenten doorgaan met opvang, daarvan is D66 niet onder de indruk. 20 kilometer verderop in Den Haag, daar wordt het plan ook met gefronste wenkbrauwen ontvangen. Bed, bad en brood blijft hier dus bestaan, maar wel onder striktere voorwaarden. En dat betekent dat een uitgeprocedeerde asielzoeker die niet wil meewerken aan zijn terugkeer uit de opvang moet. En daar wringt de schoen, want dwang, dat werkt niet. Helpt dwang bij jou? Ik denk het niet. Nee. Als het vanuit een vooropgezet doel wordt, ik ga zodanig met jou praten dat ik jou tot terugkeer beweeg, nou, dan werkt het niet. En dus zullen niet meer uitgeprocedeerde asielzoekers terugkeren en wordt het opvangprobleem niet kleiner. Het politieke akkoord heeft dus niets met de werkelijkheid te maken, vinden ze bij de opvang in Den Haag. Burgemeester Josias van Aartsen van de gemeente Den Haag is minder negatief. Hij noemt het akkoord een stap in de goede richting, maar dan moet het nog wel verder uitgewerkt worden. De boot die vast zat onder de hefbrug in Waddinxveen is bevrijd. Afgelopen dinsdag kwam het schip vast te zitten onder de brug, waarschijnlijk doordat de brug te vroeg dichtging. Afgelopen nacht lukte het om de boot en de brug te scheiden. Menigeen loopt uit voor dit spektakel. Met groot materieel wordt de brug eerst omhoog gehesen, opdat de boot eronder vandaan kan. Dan wordt het hefgedeelte losgemaakt om afgevoerd te worden voor reparatie. Tja.
En hoe moet je dan aan de overkant komen? Zo dus. Sinds vanmorgen vaart er een pontje. Dat scheelt een stuk omrijden zoals de afgelopen dagen. Ik moest eerst helemaal via de Koenekoopbrug, dus nu kan ik via het pontje. En als ik met de Koenekoopbrug ging, dus ging ik al gauw 50 minuten fietsen. Dus. Het is heerlijk dat het pontje gaat, want anders hadden we toch een stukje moeten fietsen. Zeg, het zonnetje nog schijnt, dan zorgt een dag uit. Ja, nou, in vergelijking met 2 jaar terug is het een stuk luxer geworden. Toen hebben we behoorlijke tijd met de pont gevaren. En toen was het allemaal gammel en kijken hoe het gaat. Maar dit ziet er keurig netjes uit. Lekker laconiek, die Waddinxveners. Hoewel, er is ook wel een minpuntje. We hebben een carpool systeem en ik moet ook een kindje ophalen van 6 jaar. En die laat je niet alleen over de pont gaan, dus nee, helaas. Moet toch eventjes heen en weer naar school toe om ze in de klas af te leveren. In de loop van de middag zijn de werkzaamheden zover dat de 207 tussen Gouda en Alphen aan de Rijn weer open kan. Maar de brug blijft volgens de provincie nog zeker 2 maanden onbruikbaar. Goudenaren die regelmatig gebruik maken van de stationstunnel in Gouda kunnen van de NS een gratis passagepasje krijgen. De pasjes worden verspreid onder mensen die in de buurt van het station wonen, werken of studeren. En die van de ene naar de andere kant willen. De poortjes op NS-station Gouda worden op 24 juni gesloten. En dat stuitte op veel verzet van buurtbewoners. De provincie hoeft de zogenoemde pindakaaschauffeurs niet meer in te huren. Dat heeft de rechter beslist. Ze hoeft geen zaken meer te doen met het vervoersbedrijf Van der Wijst uit Den Haag. Zuid-Holland had het contract met het taxibedrijf opgezegd omdat de chauffeurs te laat kwamen, niet in de juiste auto's reden en bovendien naar pindakaas zouden ruiken. Het taxibedrijf stapte naar de rechter, tevergeefs dus. Een brandend veegwagentje heeft vanmiddag voor oponthoud gezorgd op de N14. Ter hoogte van Leidschendam zijn de toe- en afrit enige tijd afgesloten geweest. Er was flinke rookontwikkeling en de vlammen kwamen aan alle kanten uit het wagentje. De brandweer had de brand gelukkig snel onder controle. Bunkers in het geheim opgraven. Dat klinkt als een stoere jongensdroom, maar dat is wel wat de Haagse bunkerploeg doet door het hele land. Ze doen dit om alle bunkers in kaart te brengen. Woensdagavond waren de jongens van de Haagse bunkerploeg op jacht naar onbekende bunkers in Hoek van Holland. Veel bunkers zijn na de Tweede Wereldoorlog verborgen onder de grond. En ingangen zijn dichtgegooid. Dat werd gedaan voor de veiligheid en om het aangezicht van de bunkers te verbergen. De Haagse bunkergroep is juist op zoek naar deze bunkers. Er zijn natuurlijk tienduizenden bunkers gemaakt in Nederland. Over de hele kust van Noorwegen tot Spanje nog meer bunkers. En wij willen Nederland, alle bunkers van Nederland, van de Atlantic Wall in kaart brengen. Er is heel veel mysterie nog. Er is heel veel op kaart gebracht, maar het is nog niet compleet. En dat willen wij gaan doen. Na een stukje lopen en even uitzoeken waar de ingang zit, kan het uitgraven beginnen. De kenners die zijn onder het prikken geweest en ze hebben waarschijnlijk dan de mogelijk dat daar de ingang zit. Dan gaan we even kijken. De mooiste vondsten zijn de maagdelijke bunkers. Dat zijn bunkers die na de oorlog niet meer open zijn geweest. Ja, dat is gaaf natuurlijk. Je komt in een tijdcapsule. Hè? En dus dan kan je toch weer herinneringen of dingen zien hoe men 70 jaar geleden leefde. Soms vind je gebruiksvoorwerpen. En ja, dingen die nu niet meer bestaan, maar toen wel. En dat is leuk. Het is duidelijk, we moeten stil zijn. Want wat we doen is niet helemaal legaal. Wie fluit daar? Even licht uit. En waarom moeten we nu nog stil zijn? Nou, er zijn hier nog hondjesuitlaters. En ja, als je hier natuurlijk in dat bos loopt en ze horen stemmen, dan weten ze niet dat het alleen maar net de bunkergravers zijn. En dan zouden ze nog wel eens kunnen bellen. Maar na uren hakken en graven blijkt dat zelfs de Haagse bunkerploeg niet alle bunkers open krijgt. Teleurgesteld wordt de bunker netjes toegedekt en het gebied verlaten. Met een paar schillen uit Nepal de was doen. Klinkt gek, maar het kan. 2 Haagse jongens kwamen op het idee. Ze haalden de schillen naar Nederland en startten hun eigen bedrijf Seepje. Begin dit jaar sleepten de jongens de vernieuwersprijs binnen. En hun producten zijn inmiddels te vinden in bijna 200 winkels. Het is een ongekend succes voor de 23-jarige Melvin Loggies en Jasper Gabrielsen uit Den Haag. Hun product Seepje verovert langzaam maar zeker de duurzame markt in Nederland. Nou, wij als studenten hadden niet een bijzondere passie voor wassen. Ook hebben we geen stoer backpack verhaal dat we in Nepal waren. We zaten samen op de bank en zagen een documentaire over Nepal.
En in die documentaire zagen we dat een vrouw heel veel sop genereerde uit deze schilletjes en daarmee haar kleren wassen, ook haar lichaam en haar. Toen we dat zagen, toen dachten we, wauw, dat is bijzonder, want waarom gebruiken we in Nederland synthetische wasmiddel als je ook natuurlijk kan wassen? De jongens leggen al hun studiefinanciering bij elkaar en laten maar liefst 500 kilo schillen overkomen uit Nepal. Met de boot om het zo milieuvriendelijk mogelijk te houden. En daarna volgt grondig onderzoek door deskundigen. We hebben onze moeders heel uitgebreid en heftige wastesten laten uitvoeren. Nadat we natuurlijk zelf een wit shirt met ketchup en van alles in de wasmachine hebben gedaan met een paar schilletjes erbij. En het werkte goed, het werd allemaal schoon. Super waskracht dankzij schillen van de Sapindus macurossi vrucht. Afkomstig van de sapindusbomen die in overvloed groeien in het Himalaya-gebergte. Je zou denken dat deze twee ondernemers exact weten waar hun superschil vandaan komt. Nee, we zijn nog steeds niet in Nepal geweest helaas. We willen heel graag gaan. We hadden vorig jaar de mogelijkheid om te gaan, maar toen hebben we ervoor gekozen om iemand daar naartoe te laten gaan in onze naam die daar meer verstand van heeft. Dus die meer verstand heeft van de cultuur daar, maar ook van het eerlijk handelen en wat er dan voor nodig is om de werk- en leefomstandigheden te verbeteren. De mannen slaan namelijk twee vliegen in één klap. Duurzamer wasmiddel voor de Nederlanders en werk voor de Nepalezen. Er is natuurlijk maar één manier om erachter te komen of het werkt. En daarom een t-shirt, sambal en ketchup voor de goede vlekken. Vier schillen. Het moment van de waarheid. Even kijken. Keurig schoon. En? Het ruikt ook nog lekker. De spanning stijgt in de Klinkenberghal in Sassenheim. De bloemstekers en arrangeurs werken naar het hoogtepunt van het jaar toe. Het bloemencorso. Westervari-verslaggevers Anita en Herman houden de vorderingen scherp in de gaten. Een enorme bedrijvigheid is het hier. Er wordt gewerkt aan de wagens. En dit is denk ik een beetje het pronkstukje van het bloemencorso. De gouden koets. En ik mag erin zitten. Ja, de bloemen ontbreken, maar ik zwaai wel. Ja, lekker stevig laddertje zeg. Hey. Het is wel een beetje de dag der dagen. Ik was al voor de wekker wakker. Ik was al aan het werk. In mijn hoofd. Ik dacht dat jouw werk er al op zat. Ja, ik dacht eigenlijk dat het ook zo was. Maar er zitten toch een paar kleine puntjes waar niet mooi op gestoken kan worden. Ja, dat moet je toch nog even doen. Het houdt niet op. Dan kan je vanavond weer je oren gaan uitpeuren. Ja, maar nou die andere. Dit ziet eruit als monnikenwerk. Ja, dat is het ook wel. Want jullie doen de pinnetjes erin waarmee ze uiteindelijk op de wagen worden gestoken. Ja, dat klopt. En hoeveel hebben jullie er al gehad? Oh, al zoveel kratten? Ik heb geen idee. Nou Herman, ontlast er even. Kom op. Ja, zal ik even een handje helpen? Want volgens mij hebben jullie nog wel wat te gaan. Hé, hey, Herman. Als we het op jouw tempo doen, dan is er geen wagen af Anita, voor zaterdag. Ik ga nu even aan het werk, ja? Hey, en hoe verzin je dan zoiets van welke kleuren, welke bloemen, welke takken? Dat is je vak. Dat is je gevoel. Dat is je passie, ja. Hey, en heb je enig idee hoeveel bloembollen of bloemknoppen hier straks op deze kar zitten? Dat zijn karrenvrachten vol. Ja, dat is heel veel. Er gaan echt miljoenen bolletjes gaan erin verwerkt worden. Ja, ik zit er soms één keer tussen jaren tussenuit. Ja, maar dat is niks. Wat mij opvalt, jullie zijn een van de weinigen met gekleurd haar. Met andere woorden, jullie zijn de jongeren hier. Ja, wij zijn de jongeren hier inderdaad. Wij zijn van het jongerenwerk in Teilingen. En leeft dat ook echt nog onder de jongeren? Het leeft een stuk minder onder jongeren dan onder ouderen. Maar ze willen wel graag meehelpen met het opzetten ervan. Ja. Ah, schiet dat al een beetje op? Nou, het begin is even lastig. We dachten gisteren nog, toen hadden we hem even een klein beetje opgebouwd. Het valt wel mee, maar... Uiteindelijk is het toch wel weer een hele klus, zie ik wel. Ja, nee, ik heb er plezier in. Echt waar. Ook als de zon niet schijnt, dan wordt het een stralende dag omdat ik korter rijd. Precies. Ja, dat vind ik nou echt ontzettend aardig. Een bloemetje. Meneer, ik zet hem op de camera. Hij is voor Anita. En dan gaan we naar het weer, Huub Musee. Als krijgen we dit weekend een overgang naar wisselvalliger weer. En begin volgende week zal ook de temperatuur nog eens lager worden. Maar goed, we krijgen nog één aangename dag.
En vandaag begonnen we vanochtend met bewolking, maar vanmiddag brak de zon op veel plaatsen door. En de temperatuur die kwam daarbij op een waarde van zo'n 13 à 14 graden. Maar vlak boven de grond was het met 17 graden aanmerkelijk warmer. En dat gaf alweer aanleiding tot wat vertekening in het beeld in de verte boven een weg. Dat was hier mooi te zien. Voorlopig verandert er nog niet zo gek veel, want we kunnen op de satellietfoto zien dat de opklaringen boven ons land hebben uitgebreid. En voor het weer voor morgen moeten we nou niet een keer naar het noorden kijken, maar naar het zuiden, naar het zuidwesten. En boven Frankrijk zien we ook inderdaad een heel onbewolkt gebied. En die opklaringen die zullen ook morgen ons bereiken. Vanavond en vannacht hebben we ook al die opklaringen. Plaatselijk zouden hier en daar mist kunnen ontstaan. En voor de rest zal er vannacht maar weinig wind zijn uit een zuidoostelijke richting. En de temperatuur daalt tot ongeveer 4 graden. En morgen overdag, dan krijgen we dus periode met zon. En tot eind van de middag blijft het in ieder geval droog. Later op de dag komt er geleidelijk aan wat meer bewolking en is er ook een kans op een enkele bui. De wind morgen zuidwestelijk, matig, aan de kust vrij krachtig. En morgenmiddag wordt het zo'n 18 tot plaatselijk 20 graden. Maar dan zaterdag dus een heel ander weerbeeld. Het is bewolkt, er valt enige tijd regen. De wind blijft nog wel zuidwestelijk, maar de temperaturen gaan al terug naar zo'n 15 tot 16 graden. Dankjewel Huub en tot zover het TV West nieuws voor dit moment. Meer nieuws kunt u vinden op onze apps, Facebook, Twitter en natuurlijk ook op de website omroepwest.nl. En ook onze collega's van 89.3 Radio West houden u de hele dag op de hoogte. En hier op TV West kunt u kijken naar de 10e aflevering van de serie Koopkracht. En vandaag daarin tips voor het terugvinden van gestolen iPads en laptops. Wij zijn er morgenochtend vanaf 7 uur weer met het TV West nieuws. Graag tot dan en voor nu een hele mooie avond nog.